Beste kijkers, goeiedag en welkom bij het programma Land, 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 Hoor des Heeres Woord. We beginnen middels gebed en als ik u mag vragen om met mij eerbiedig te staan. Vader, wij danken u en het is een voorrecht om ook vandaag weer, heren, samen met de kijkers en met de presentatoren van dit programma voor uw aangezicht te komen, Heer God, Vader. We willen niets doen zonder u en alles doen met u. En daarom, Heer God, alvorens we dit programma beginnen, naderen wij tot u. U zegt dat wanneer wij tot u naderen, u tot ons nadert. En dat is het beste dat wij kunnen ervaren, Heer God. We zijn nergens zonder u en met u zijn we of hebben we alles. En daarom nodigen wij u uit, Heer God, Vader. Niet alleen in de presentatie van deze aflevering, maar ook met in het bijzonder de mensen die kijken, de mensen die u niet kennen, heren, de Surinamers, vader, overal ter wereld. Heren, we hebben u nodig, heren God, vader. We zien wat er allemaal gebeurt en we ervaren die moeilijkheden, we ervaren die druk, we ervaren, heren God, vader, de omstandigheden. Maar daarom proberen wij middels dit programma en middels de uitzending hier bij Shalom, heren, de mensen te bemoedigen, de mensen het woord van u, heren God, vader, over te dragen en in te spreken. Heren, zodat ze mogen weten en dat ze de getuigenissen mogen horen dat u een levende God bent, Heere God, Vader. En daarom bidden wij dat in het bijzonder zij die kijken op dit ogenblik, luisteren, dat ze die overtuiging mogen hebben en dat ze zichzelf voor u mogen openstellen, omdat, Heere, het leven met u beter is. Heere, dat wij met u sterk zijn, ook al wij zwak zijn, Heere God, dat we met u blijdschap ervaren in de momenten waar we geen blijdschap vinden. U bent onze kracht, u bent ons schild, u bent onze schuilplaats, u bent onze toevlucht. Heren, met u zijn we meer dan overwinnaars en met u springen we over muren. En dat wil zeggen dat het leven met u sowieso beter is en het best. En dat is wat wij bidden, Heer God, Vader, dat u toegang vindt bij de mensen hun harten en dat u toegang vindt in de mensen hun zielen, zodat ze zichzelf voor u mogen openstellen en u mogen uitnodigen als hun persoonlijke vriend en vader. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen, kijkers. En natuurlijk, als u gewoon luistert vanuit de andere kamer, bent u van harte welkom. Dit is een mooi programma waar wij u mogen bemoedigen iedere keer weer, elke week weer. En we zijn blij dat u kijkt en luistert. Namens Sean mag ik u bemoedigen. En ik wil u bemoedigen met iets waarmee ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. Nou, de afgelopen week hebben we een conferentie gehad in onze kerk. Het heet het Muren van mijn Hart conferentie. En deze conferentie is gericht op ons als persoon. En wat het eigenlijk inhoudt is dat we vaak wanneer we dingen meemaken, dan sluiten we een gedeelte van ons leven af. En dan ook wel soms af voor de Heer en voor onze medemens. Heeft u ooit iets meegemaakt waar u denkt van, nou, dit ga ik nooit meer doen. Of dit wil ik dat het nooit meer met me gebeurt. Ik denk dat u wel kan terugdenken aan zoiets. En het kan zijn iets recentelijk, maar het kan ook iets zijn dat 10, 20, misschien zelfs 30 jaar terug is gebeurd. Nou, deze muren houden ons tegen om werkelijk in communicatie met God te kunnen zijn. En in werkelijke, een intieme band met God te kunnen ervaren. En weet u, ik schreef tijdens deze conferentie op dat God de murenbreker is. En hij kan dat ook voor u zijn. Hij kan ook die muren breken. Nou, hoe herkent u sommige van deze muren? Nou, het is eigenlijk iets dat, het is een gedrag of een houding dat u uzelf hebt aangeleerd. En u bent ervan uitgegaan dat het zo hoort. Of eigenlijk voor u zo moet. En u gaat het niet anders doen. U gaat het altijd zo blijven doen. Het maakt niet uit. Dat is zo moet dan. Weet je, en ik denk dat als u stilstaat en heel rustig nadenkt, dat u aan een aantal dingen kan komen. Ik geef u een voorbeeld van mij. Tijdens deze conferentie kwam deze in me op. En ik deel het met u. Het is
Toen ik Maribo Espas had, ik dacht nog geen jaar waarschijnlijk, reed ik vanuit Saramacca richting melkcentrale eigenlijk om melk te leveren voor mijn vader. En omdat mijn auto zo vol was met melk, kon ik niet makkelijk over de drempels. En ik reed dus eigenlijk via een andere weg, hopende de drempels te ontwijken. Maar ik kende die weg niet. Ik reed de weg op en ik reed heel rustig, omdat ik niet de weg niet kende, maar ook niet wist waar de drempels lagen, als die er waren. En er waren geen drempels op die weg. Dus ik reed, maar ik reed een hoek voorbij dat geen stopbord had, niet aan mijn zijde tenminste. Het had gewoon een paal. En ik ben met een vriend en plotseling komt de auto en die auto slaat me van een kant. Bam! Dit is mijn eerste aanrijding. Ik heb niet geleerd tijdens een rijles hoe je moet, dat je direct moet stoppen bij een aanrijding. Ik heb niet geleerd dat je, de dingen die je moet doen bij een aanrijding. Dus ik rol de auto rustig verder aan een kant. Denkende, ik wil geen verkeersopstopping hebben. Omdat ik dat ken van jaren, dat elke keer er een aanrijding is, houdt het verkeer op. Dus ik rol rustig verder en ik zet het halfjes aan een kant. Nou, het is geen super drukke weg, maar er gingen wel auto's langs. En uiteindelijk natuurlijk, toen moesten we nog wachten op de politie. De politie kwam aan en de mevrouw in de andere auto, die zei, die man reed zo hard. Kijk waar hij is gestopt. En ik denk bij mezelf, mevrouw, ik kon niet hard rijden. En dat probeerde ik ook aan de agent te zeggen. Maar geen van ze wilde mij geloven. Want die vrouw bleef op dat punt staan. Nou, aan mijn kant had ik geen stopbord. Ik had maar een paal. En ik was niet geleerd direct om aan de overkant te kijken. En ik kende de plek niet. Dus ik was fout. Maar die fout, ze maakte het gewoon erger. En ze zei dat ik eigenlijk keihard aan het rijden was. En dat heeft me eigenlijk een houding gegeven in het verkeer. Nou, eigenlijk tot nu toe, tot de conferentie toe, heb ik altijd heel correct proberen te rijden in het verkeer. En een hekel eraan gehad wanneer mensen incorrect handelen in het verkeer. Het kan van alles zijn. Vooral rood licht rijden, maar gek rijden, zomaar een brek zoeken, niet goed rijden, inslaan, noem maar op. Alle gevaarlijke dingen, de dingen die niet correct zijn, stoorden me echt. En als het aan mij lag, zou ik het ook tegenhouden. Als iemand achter me zou tuteren, bijvoorbeeld, zou ik mijn vaart verminderen. Zodat zij nog erger geïrriteerd zouden kunnen raken. Maar dit zijn allemaal dingen die zijn gekomen vanwege een muur die ik had opgetrokken. Ik wilde nooit meer zo fout zijn. Maar ik wilde ook nooit meer dat mensen zo tegen me spraken. Dus ik nam het eigenlijk, ik rekende het af op alle mensen in het verkeer. Terwijl niemand het verkeerd gedaan had. Terwijl misschien ze geen problemen hadden om even te tuteren. Maar ik kwam ongeveer om 3 maanden ongeveer terug, maakte ik weer een aanrijding. En toen ik terugblikte naar dit moment, dacht ik van wauw, ik ben serieus in dat ding. Als ik het zo mag zeggen. Ik ben echt serieus dat ding aan het verergeren. Nou, deze muur die ik had opgetrokken. Deze situatie die ik nooit meer wilde meemaken om fout te zijn in het verkeer. Heb ik dus uiteindelijk zodanig erg gemaakt dat toen ik deze aanrijding maakte 3 maanden terug, was ik niet fout. Iemand reed op me helft af, reed letterlijk op me af en sloeg mijn zijspiegel. Ik kon nog net genoeg uitwijken, maar niet voor mijn zijspiegel. En de oudere meneer, ergens in zijn 80er jaren, hij en zijn vrouw, ik was alleen in de auto. En hij komt naar de auto, naar mij toe en zegt, meneer, hoe rijdt u zo? En ik van, nee, u bent op mij afgekomen. En ik mag halen en trekken. En denk ik van, nou ja, laat me, zijn vrouw gaat niet liegen, toch? Zijn vrouw zal het wel hebben gezien. Dus we gaan naar die auto van hem. En ik mag daar praten en ik denk van, jullie hebben duidelijk helemaal op mijn helft gereden. Nou, ik was niet klaar. Ik was niet klaar met hem. Ik ging naar de verzekering, we deden onze dingen, we waren niet eens. Ik lever mijn papiertje in, hij levert, ik weet het, waarschijnlijk de zijne ook in. En op een gegeven moment belde ik op. Ze zeiden, nee meneer, die man wil niet claimen. Ik zei, maar hij is verkeerd.
Ja, maar we kunnen de zaken verschillende. Ik had toen ook al een camerabeeld gevonden vanuit de service station. Want ik was serieus, ik ga niet fout zijn. Ik ben niet fout. Dus ik heb toen gezocht en echt wel een camerabeeld gevonden om mijn punt te bewijzen dat ik niet verkeerd was in het verkeer. En het werd zo extreem dat ik zelf de straat ging opmeten voor die verzekeringsbedrijven. En ik maakte een hele berekening van die auto is zo breed, die auto is zo smal, die auto is. En het kon nooit dat hij opzij half reed. Want er reed een andere auto langs hem aan de linkerkant. En noem maar op. Op een gegeven moment kreeg ik mijn geld om een spiegel te kopen. En het was zover. Maar nu ik terugkijk, denk ik van wauw. Wat een handeling dat ik gepleegd heb. Alleen om te bewijzen dat ik niet verkeerd was. En het is niet verkeerd wat ik u zeg dat ik gedaan heb. Het is niet verkeerd om uw punt te laten zien. U moet niet zeggen van ja, ik ben verkeerd, terwijl u niet verkeerd bent. Dat is niet wat ik wil aanhalen vandaag. Maar ik heb een muur opgetrokken. En zo'n muur moeten we wel leren afbreken, omdat het kan verergeren. En ik wil altijd correct zijn, maar ik wil ook dat mensen om me heen, in het verkeer voornamelijk, ook correct zijn. En ik merk dat het ook gewoon door kan dringen naar meerdere delen van mijn leven. En nogmaals, correct zijn is goed. En mensen corrigeren waar het kan, is ook goed. Maar je kan niet alles corrigeren. Zelfs agenten niet. Weet je. En zo kun je verschillende dingen doen in je leven. En je zou verschillende dingen kunnen meemaken in je leven. Waar je denkt van, ai, zo'n muur heb ik opgetrokken. Ik geef je een ander voorbeeld. Ik heb een jongen een keertje gezegd, en je bent een mooie jongen. En hij zei me van, wie zegt dat ik mooi ben? En hij zei van, ik heb het toch gezegd. Je bent echt een mooie jongen. Maar ik kon het niet aanhoren. Omdat hij het nooit eerder echt zodanig gehoord heeft. Mensen hebben vaak aan hem gezegd, je de begeerde. Je dom, je doelloos aan je, kiskissie. Alle soorten dingen zijn naar zijn hoofd toegeslingerd. Maar hij is een mooie jongen. Zijn broer heeft dat vaker gehoord, maar hij niet. Dus ik probeer hem dan toe te zeggen van, je bent een mooie jongen. Maar hij had een muur opgetrokken van, ik ben niet mooi. Ik ben niet mooi. En zo'n muur heeft hem doen geloven in een leugen. En weet u, in dit proces tijdens de conferentie mochten we gaan ontdekken welke leugens zijn we gaan geloven? Wat zijn de dingen die of u of anderen en uiteindelijk uzelf bent gaan overtuigen dat dat waar is? Bijvoorbeeld, God is boos op me. God is niet boos op u. U bent een leugen gaan geloven. Ik ben lelijk. U bent niet lelijk. U bent als wonderbaarlijk geschapen. U bent gemaakt door God. En God heeft u mooi gemaakt. Ja, niemand houdt van me. Het zijn allemaal leugens die u of anderen u verteld heeft. En die de duivel nooit los gaat laten. Omdat hij wil dat u erin gaat geloven. Ja, dus wanneer we zo een muur optrekken, is er vaak één of meerdere leugens waarin we gaan geloven. En zodanig in geloven, ja, dat mensen of anderen en onszelf een hele andere houding geven. Wij gaan een ander gedrag tonen vanwege die leugen. We gaan een andere relatie hebben met mensen. Ja, heeft u ook wel. Als u boos bent op iemand en die persoon heeft u gekwetst. En hij van nee, dit wil ik nooit meer meemaken. Dus ik ga geen relaties hebben met mensen. Ik kan gewoon groeten, dag iedereen, weet je, maar ik ga geen intieme relaties hebben. Of ik ga geen goede vrienden hebben. Het hoeft niet. Ik kan alleen leven. Niemand moet me in mijn leven bemoeien. En dit zijn verschillende dingen die we kunnen doen. Ja, we kunnen daardoor in leugens gaan geloven. Wat u kan doen
in dit proces. Als u zelf nadenkt en als u hulp nodig hebt, maak contact met een kerk, met een voorganger, met een broeder. U mag contact maken met mij op 8724285. Maar echt, we willen graag dat u ook hulp zoekt in uw omgeving, bij een kerk. Vraag, ik heb iets meegemaakt en ik wil er vanaf. En de laatste dag van die conferentie kwam een heel belangrijk onderdeel op. Eigenlijk één voor de laatste dag en dan weer op de laatste dag. En dat is vergeving. Vergeving is één van de belangrijkste dingen om vele muren neer te halen. Soms moeten we mensen vergeven. Soms moeten we God vergeven, niet dat hij verkeerd is geweest. Maar we hebben vaak iets gedaan en eigenlijk is het vergeven naar God, vragen naar vergeving. Van Heer, sorry dat ik zo gedacht heb over u. Sorry dat ik gedacht heb dat u altijd boos op me bent geweest. Omdat ik dit en dit en dit gedaan heb. Ja, en vooral één belangrijke persoon die u moet vergeven, is uzelf. Vergeving is niet voor de andere persoon. Vergeving is voor uzelf. Dat u zelf vrij kan komen van datgene dat u gebonden houdt. En wanneer u vergeving geeft, en wanneer u de leugen ontdekt hebt, waarin u bent gaan geloven, moet u die leugen verbreken in de naam van Jezus. Omdat die naam het kan breken. De kracht die in die leugen zat, die leugen moet gebroken worden. Maar het moet ook vervangen worden door een andere waarheid. Wat zegt God over u? God zegt dat u gans wonderbaarlijk bent geschapen. God zegt dat u bent gemaakt in zijn beeld en gelijkenis. God zegt dat hij van u houdt met een onvoorwaardelijke liefde. En zo kunnen we doorgaan. Dat kunt u maar opzoeken. Het is goed om een waarheid te vervangen. Om de leugen te vervangen met een waarheid. En dan in die waarheid te gaan geloven. Want nee, u bent niet lelijk, want God heeft u gemaakt. Nee, u bent niet dom, God heeft u gemaakt. Ja? En dat wil ik u meegeven vandaag. Let op. Vandaag, morgen, let op hoe u handelt. Welke houding u heeft tegen mensen om u heen, tegen uzelf en wat u niet meer wil doen in uw leven. Is dat geen muur? De muurbreker, God, onze almachtige God, wil graag door zijn geest ons helpen om die muren neer te halen en die af te breken. En dat kan. Ook voor u. Echt waar. Weet, ik heb meerdere keren momenten gezien waar ik denk van, wauw, dit is niet normaal. Dat God dit kon doen in mijn leven. Dat God me terug kon brengen naar het moment, bijvoorbeeld mijn voorbeeld die ik gedeeld heb vandaag. Dat moment van die aanrijding. Want op een gegeven moment wist ik niet waarom ik bepaalde handelingen deed in het verkeer. Maar God bracht me terug. En hij kan dat ook voor u doen. Hij kan u laten zien hoe u de muur kan afbreken. En waar de wortel zit. Niet alleen de houding moeten we tackelen, maar we moeten ook die muur afbreken. Daarmee wil ik u vandaag bemoedigen. En zoek hulp. Er zijn mensen die kunnen helpen. Als je het niet alleen kunt doen. Als je het alleen kunt doen, geloof me, de naam van Jezus is wonderbaar. En hij is almachtig. En hij kan alles voor u doen. Ik wil u danken. Dat je hebt willen luisteren vandaag. Maar loop niet rond met die muren. Omdat uw hart is zo belangrijk is voor God. De muren houden ook God soms tegen in een deel van uw leven. Dankjewel. God zegen. Laten we bidden. Vader, we danken u dat u een murenbreker bent. We danken u dat u om ons geeft en dat u ons wil helpen om de muren te ontdekken, maar ook om die af te breken. We prijzen uw naam en geven u alle eer en glorie vandaag. In Jezus' naam. Amen. God zegen.
It's all.